Hallo allemaal, welkom weer bij deze nieuwe video. Het is een maandreading voor de boogschutter en het gaat deze keer om de maand mei. Voordat ik daarmee verder ga, lieve boogschutter, zal ik nog even vertellen dat het een algemene reading is. Het kan dus zijn dat je niet alles kan plaatsen en kan je helemaal niks plaatsen. Kan het zijn dat je even je ascendant opzoekt en gaat kijken naar een andere video. Wellicht heb je daar wat meer aan. De laatste dag van mei behandel ik ook niet, want dat valt eigenlijk in de week met alleen maar dagen van juni. Dus die neem ik voor de volgende keer mee, voor de maandreading juni. Nou, lieve boogschutter, we gaan beginnen. We gaan eerst even kijken wat jullie hoofdthema is deze maand mei. Wat is het hoofdthema van de boogschutter voor de maand mei? En de kaartjes die eruit vielen zijn vriendschap en vrijheid. En het voelt zeg maar alsof je weer wat meer met vrienden gaat doen. Je gaat meer contact zoeken, heb ik het idee. Maar ik heb ook het vermoeden, en dat zal misschien niet heel erg leuk zijn, maar ik heb het vermoeden, lieve boogschutter, dat je ook bepaalde contacten gaat verbreken. En dat zou kunnen zijn omdat het niet meer bij je past of omdat het niet allemaal eerlijk is gegaan. Maar het geeft je een bepaalde vrijheid aan. Daarnaast ga je je dus meer omringen met mensen die goed bij je passen op dit moment. Die je begrijpen, waar jij je goed bij voelt. Mensen die je verder op weg willen helpen. Maar ik heb ook het gevoel dat je echt wel weer leuke uitstapjes gaat doen met anderen. Daarnaast is het belangrijk dat je weer je vrijheid gaat voelen. Je hebt je een poos opgesloten gevoeld en ik merk steeds meer vrijheid en meer losgaan. Dus dat voel ik voornamelijk. Het is belangrijk dat je je onafhankelijk ook gaat opstellen. Dus ga niet te veel hangen aan anderen, maar durf ook zelf voor jezelf keuzes en beslissingen te nemen. Dat zijn de hoofdthema's. We gaan even kijken wat je het weekend kan verwachten. De eerste 2 dagen van mei. Lieve boogschutter, wat kan jij 1 en 2 mei verwachten? Wat kan jij 1 en 2 mei verwachten? Ik heb het gevoel dat je twijfelt. Twijfelt aan jezelf voornamelijk. Maak ik de juiste keuzes? Heb ik het goed aangepakt? Hoe zou het verlopen zijn als ik het toch anders had gedaan? Dat voel ik voornamelijk. Maar tegelijkertijd heb ik ook het idee dat je aan de andere kant wel blij bent met dingen die je gedaan hebt. Dus het is een soort van tweestrijd. Maar je durft ook niet echt, ja, het voelt niet als opschepperij. Je bent echt heel erg, stel je voor dat je bij wijze van spreken iemands leven hebt gered. Dat iemand tegen jou zegt, oh dat heb je goed gedaan. Ja nee joh, het was niks, ik was in de buurt. Je mag dat soort dingen ook wel wat naar een hoger level brengen. Dus wees ook echt trots op dingen die je hebt gedaan. Wees niet te veel te bescheiden. Daadkracht merk ik. En ik heb het gevoel dat er langzamerhand nieuwe dingen tot bloei gaan komen in dit weekend. Even een verduidelijking voor jullie voor deze 2 dagen, lieve boogschutter. Ja, er zijn nog wat knagenissen, muizenissen waar je mee zit. Dus dingen die je mist, dingen die aan je knagen en je kan het niet zo goed loslaten. Dus dat is voornamelijk een beetje de eerste 2 dagen van mei. Laten we eens verder kijken, lieve boogschutter. Wat heeft de eerste week van mei jou te bieden? Dat gaat om 3 tot en met 9 mei. Lieve boogschutter, wat mag ik jou meegeven in de eerste week van mei? 3 tot en met 9 mei. Zo. Nou, ze hebben heel wat te vertellen, zie ik. En eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde thema. Het is tijd om die schaduwkant die in het weekend al eigenlijk aanwezig was, hè, dat schuldgevoel of iets dergelijks, of je twijfel, om dat los te gaan laten. En het met liefde te omarmen. Ik heb ook het gevoel dat de vrienden je daarbij gaan helpen om in te zien dat je wel goede keuzes hebt gemaakt. Daarnaast, nou ja, 11 van contact.
Dus je bent ook echt in contact met mensen die je verder gaan helpen deze week. Die je nieuwe inzichten geven. Ja, ik zie ook symbolisch alsof je voor een keuze staat. En zij gaan jou helpen om de keuze te maken. Jij maakt de keuze wel zelf. Maar ze geven je extra kracht en extra inzichten. Ook de... Ja, wat ik net al zei, de bescheidenheid. Je hoeft niet zo bescheiden te zijn. Er komt verlichting aan. Dus de twijfel gaat langzamerhand naar de achtergrond. Maar je zit nog wel, zeg maar, in een proces. Je bent bepaalde zaken nog aan het afronden. Om het nieuwe van start te laten gaan. En dat heeft ook te maken met vrijheid. Dus ik heb het vermoeden dat je ook echt wel continu bezig bent met bijvoorbeeld twijfelen over bepaalde vriendschappen of hoe je het anders kan doen. En dat heeft te maken met die transformatie. We gaan eens even een verduidelijking vragen voor die week. 3 tot en met 9 mei. Ja, je gaat dingen onder de loep nemen. Dus de twijfels neem je nog een keer extra onder de loep om te kijken welke stappen moet ik nu gaan zetten. Is het oprecht? Heb ik het goed gedaan? Moet ik het anders aanpakken? Welke addertjes zitten er onder het gras? Dat wordt best wel een pittig weekje, denk ik, lieve boogschutter. We gaan kijken naar de tweede week. En dat is 10 tot en met 16 mei. Wat kunnen jullie verwachten, lieve boogschutter? Ook weer behoorlijk veel. Ik heb het gevoel dat het wisselvallig gaat worden die week. Dus er kan veel gebeuren, maar tegelijkertijd gebeurt het wel allemaal in één situatie. Je mag meer gaan stralen, meer voor jezelf opkomen, laten zien wie je bent. Een soort van verlichting ook laten zien eigenlijk. Met ik kan het wel aan, laat het lampje branden. Zelfs heb ik het idee dat je nieuwe ideeën krijgt. Dus stel je voor je krijgt een idee, goh, breien vind ik leuk. Een huppakee, je begint eraan. Je bent nog steeds bezig met die transformatie. Er komt verlichting. Je staat op het punt om keuzes te maken. Eigenlijk weer een beetje dezelfde kaart als wat ik net zei. Contact komt weer naar voren. Tijd voor jezelf te nemen. Deze week is wat rommeliger. De week van 10 tot en met 16 mei is wat rommeliger. Dus het is van belang dat je deze week extra lief voor jezelf bent. Gun jezelf de ruimte. Gun jezelf zachtheid en liefheid. Kom voor jezelf op. Neem je tijd. Neem je rust. Het voelt zelfs dat ik mag zeggen, al heb je even zin om een potje te gaan huilen, doe het lekker. Je gaat nog meer ontdekken. Dus je komt steeds dichterbij, heb ik het idee. En dit is wel echt, je gaat stap voor stap. Dat voel ik heel erg. Maar dat is alleen maar fijn. Omdat het anders te snel zou gaan. En dan wordt het te hectisch. Dus het wordt een wat zwaardere maand, heb ik het idee, boogschutter. We gaan even een verduidelijking vragen voor 10 tot en met 16 mei. Ja, je gaat je innerlijk kompas volgen. Je gaat terugkomen bij je gevoel. Je gaat kijken naar welke richting je op moet. Maar je gaat bepaalde zaken afsluiten. Dus het kan te maken hebben met dat je echt afscheid neemt van mensen. Het kan te maken hebben met dat je echt afscheid gaat nemen van bepaalde situaties. Maar je gaat dingen afkappen. Daarom ga je steeds extra op zoek. Extra onderzoeken. Dus het wordt een wat heftigere maand. Zoals het nu voelt. We gaan even kijken voor de week 17 tot en met 23 mei. Lieve boogschutter, wat mag ik jou meegeven voor 17 tot en met 23 mei? Loslaten. Daar hebben we hem weer. Loslaten. Loslaten in bijvoorbeeld affirmaties, meditaties, stukje lopen, uit je hoofd komen voornamelijk. Ga niet te veel denken, want vaak ga je overdenken, merk ik, lieve boogschutter. Gebruik je dromen als leidraad als je droomt. Probeer positief te blijven. Blijf in je kracht. Er komen oplossingen voor je aan. Je hebt de sleutels al in handen. Het zou ook kunnen gaan omdat je bijvoorbeeld ineens een huis krijgt, want ik zie ook normale sleutels. Je kan dingen kneden zoals je het zelf wilt, dus ga niet te veel in je hoofd hangen. Maar ga echt kijken naar
hoe je dingen zou willen. En voel ook of dat goed voelt voor jou. Want er komt ineens vooruitgang. Dus ik heb het gevoel dat je in de week daarvoor al wat meer afscheid hebt genomen. Waardoor er nu weer nieuwe dingen komen. Waardoor je wat meer vrijheid krijgt. We gaan even kijken naar een verduidelijking. Wat ik je verder mag meegeven, lieve boogschutter, voor de week 17 tot en met 23. Ja. Je hebt nog wel te maken met mensen waar je afstand van wil gaan doen. Tegelijkertijd heb ik ook het idee dat je nog bezig bent met je echt los te maken van de dingen die je bij je keel grijpen, bij wijze van spreken. Dus dingen die je niet lekker zitten. Misschien heb je het gevoel dat je geclaimd wordt of gevangen gezet wordt, bij wijze van spreken, in een bepaalde situatie. En je gaat je daarvan losmaken. En ik merk ook, probeer te praten over je emoties. Dan gaan we naar de laatste week, lieve schatten. Dat is 24 tot en met 30 mei. We gaan eens kijken, lieve boogschutter, wat dat voor jou meebrengt. 24 tot en met 30 mei. Ik voel meer rust. Het is nog steeds belangrijk om je wijsheid te volgen. Het is belangrijk om tot jezelf te komen. Ik heb ook het gevoel dat deze week wat rustiger is. Dus richting juni wordt het rustiger. Je hebt gekozen voor jezelf. Je bent teruggekomen bij jezelf. Je hebt eigenschappen van jezelf leren kennen, merk ik. En je bent langzamerhand je vleugels aan het openslaan. En je doet het op een spelender wijze. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld, doordat je wat lekkerder in je vel zit en je wat meer hebt los kunnen laten, letterlijk en figuurlijk, waardoor je wat meer ruimte krijgt. Waardoor je dus weer tijd en ruimte hebt om leuke dingen te gaan doen. Dus het zou kunnen zijn dat je, bij wijze van spreken, gaat voetballen. Of dat je op een creatieve manier ermee verder gaat. Maar voornamelijk zie ik inderdaad, spelenderwijs ga je verder komen. We gaan even kijken naar wat ik je verder mee mag geven. Een verduidelijking voor week 24 tot en met 30 mei. Let wel even op je stressniveau. Je bent dingen aan het opbouwen en dat gaat niet zo heel snel. Dat zei ik net ook al, je doet dingen stap voor stap. Maar je bouwt het tot een stevige fundering. Blijf communiceren met jezelf. Blijf communiceren met anderen. Want het geluk komt naar je toe. En tegelijkertijd, het zonnetje gaat voor je schijnen. Dus positiviteit komt aan. Dus ook al voelt het misschien in het begin wat zwaarder, het gaat positief voor je afronden. En het voelt dan ook echt als een opluchting. Lieve boogschutter, we zijn er vrij snel doorheen gegaan. Maar ik zit hier nog met eigen wijsjes. Deze kaartjes kan je gebruiken als positiviteit of als affirmatiekaartjes om positief te blijven deze maand mei. We gaan eens even kijken wat ze jou nog willen meegeven, boogschutter. Ja, je gaat dingen van verschillende kanten bekijken, voel ik ook. Je wilt het verhaal helemaal naar boven halen, hoor ik. Dus je wilt echt weten wat er allemaal speelt. Hoe je ermee om kan gaan. En vandaar dat het allemaal wat langer duurt. Ik kom voor mezelf op, heb ik ook al een paar keer gezegd. Ik leer mezelf steeds beter kennen. En ik ben mooi van binnen en van buiten. Lieve, lieve, lieve boogschutters. Alsjeblieft. Ga je vrij voelen. Ga dingen doen waar je vrolijk van wordt. En durf keuzes en beslissingen te maken. Stel je voor dat je een vriendin hebt of een vriend. En hoe lastig je de keuze ook vindt. Soms moet je echt denken aan jezelf. En dat vinden we vaak lastig. Ik zeg niet dat je het moet gaan doen. Ik zeg niet dat je afscheid of afstand moet nemen van mensen. Maar wellicht als het goed voelt voor jou, zal ik dat zeker aanraden. Verder wil ik je nog een keer zeggen. Blijf bij jezelf. Vertrouw op jezelf. Durf je vleugels uit te slaan om zo verder te gaan. En ik wens jou heel veel succes deze maand.
Heb je aan deze video wat gehad? Je kan je een duimpje geven. Je kan je abonneren op dit kanaal. Of je kan mij volgen via Instagram en Facebook. En ik hoop dat ik je hier wat mee heb gesteund en heb geholpen. Misschien heb je wel licht antwoorden gekregen die je zocht. En nou, wie weet, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens!